transformatie van dit kantoorpand tot studentenhuisvesting heeft een zeer belangrijke sociaal-economische meerwaarde. Want dit project lost twee speerpunten van de gemeente Eindhoven op. Het realiseren van kwalitatief hoogwaardige studentenhuisvesting en het te lijf gaan van leegstand in het centrum van de stad. Dit project is ook een voorbeeld voor anderen, vanwege de snelheid waarmee het is gerealiseerd, de duurzame bouwkundige oplossingen en de wijze waarop er is geanticipeerd op het toekomstig gebruik. Zo zijn onder andere kant-en-klare prefab badkamereenheden geplaatst. En door een aparte facilitaire strook tussen de gang en de woonruimten kan men leidingen gemakkelijk onderhouden en wijzigen. Dit monumentale pand aan de Van Baarlestraat in Amsterdam is in 1899 gebouwd als directiekantoor van de Rijkspostbaarbank. Vanaf mei 2008 startte de transformatie tot luxueus designhotel. Daarbij zijn de monumentale waarden van zowel de buitengevel als de gangen in het gebouw op zeer professionele wijze behouden. De circa 5000 vierkante meter nieuwbouw, die ondergronds en in de vorm van een atrium en central glass building op het binnenterrein is toegevoegd, mixt bovendien prachtig met de architectuur van de bestaande bouw. Dit hotel heeft in de eerste maanden na opening reeds een stempel kunnen drukken op de kwaliteit van de Nederlandse hotelmarkt. Het interieur en exterieur van dit monumentale pakhuis in het gebied Tulpenburg in Leeuwarden is volledig gerestaureerd en getransformeerd tot een bijzonder woongebouw. Het bevat nu 28 appartementen en 5 bedrijfsruimten. Het excentrieke, monumentale karakter van het pakhuis is behouden en waar mogelijk weer tevoorschijn gehaald. De nieuwe elementen die nodig waren om op een moderne manier in het gebouw te kunnen wonen waren grotere ramen en waar mogelijk balkons. In de detaillering en materiaalkeuze is het contrast tussen de oorspronkelijke en nieuwe elementen extra aangezet. Hartelust vormde de laatste rotte kies in Tulpenburg. Door deze herbestemming kon de reconstructie van dit gebied worden afgerond. Een enorme opsteker voor Leeuwarden, omdat gedurende lange tijd geen enkele ontwikkelaar het project rond kon krijgen.